Dit is een bespreking van het tweede stukje van Apurba Condita, boek 30, paragraaf 13. In het voorafgaande heeft Livius verteld hoe Syphax geboeid naar het Romeinse legerkamp wordt gebracht en hoe iedereen hem vol bewondering zit aan te staren. De bewonderende uitspraken van het Romeinse publiek aan het adres van Syphax zijn nog even niet afgelopen. Dit hele stuk staat in de ACI, dus het publiek zegt, moet je steeds aanvullen, habuisse eum, dat is de eerste ACI, dat hij heeft gehad, uno tempore, op één tijdstip, in zijn macht heeft gehad, dan het leidend voorwerp van dat habuisse, twee imperatores, met toelichting de Punische en de Romeinse. Sicut abdis immortalibus, dan maakt Livius een vergelijking zelfs van Syphax met de dies immortalibus, met de onsterfelijke goden. Onderwerp van die bijzin met Sicut, dat is pars utraque, elk van beide kanten. Elk van beide kanten had gevraagd, dus met Sicut erbij, zoals elke partij, dus de Romeinen en de Carthagers, had gevraagd van de onsterfelijke goden, vrede had gevraagd van de onsterfelijke goden, dan in een gerundivum constructie hostiis mactandis, door te slachten offerdieren, dus door het slachten van offerdieren, vrede hadden gevraagd de Romeinen en de Puniërs van de onsterfelijke goden, dat op die manier zo aan hem, ab eo, utremque pariter, van beide kanten op gelijke wijze, staat er eigenlijk, ik heb dat tegelijk vertaald, dat van beide kanten, dus van de Romeinse kant en van de Carthagese kant, op dezelfde manier, petitam esse moet je aanvullen, dat is de tweede ACI, dat amicitiam vriendschap was gevraagd. Dus beide partijen hadden gevraagd aan de onsterfelijke goden om vrede en van Syphax om vriendschap. Dit is echt een zeer vlijende vergelijking voor deze Syphax. Jan, even kijken, dan moeten we de derde ACI vinden. Dit is dat habuisse, dan moet je weer eum aanvullen. Dat hij heeft gehad, al, dat hij al eens had gehad. Tantas opes, zoveel hulpmiddelen, zoveel macht, dat redegerit in de conjunctivus na ut, dat hij had teruggebracht, leidend voorwerp dat hij Massinissa had teruggebracht, tot dat punt dat hij. En dan nog een toelichting bij die Massinissam, namelijk pulsum regno, verdreven zijnde uit zijn rijk. Dus wat hier staat is dat die Syphax zoveel macht had gehad, dat hij ooit Massinissa uit zijn rijk verdreven had en in die situatie had gebracht dat vita eius, dat het leven van hem, eius dus Massinissa, dat zijn leven beschermd werd. Daarbij twee ablatieven, beschermd werd door iets, namelijk door het gerucht van zijn dood. Dus Massinissa werd alleen beschermd door het gerucht dat ging dat hij al dood was. En door een schuilplaats werd zijn leven beschermd. En dan hier een PPA in de genitivus bij dat eius, dus Massinissa terwijl hij leefde, ferarum modo, op de manier van wilde beesten, in de bossen, van leefde vanaf roof. Dus hier staat, hier wordt het, dit is een toelichting bij die latebris, die schuilplaats houdt in, dat Massinissa leefde van roof, in de bossen, op de manier van wilde beesten.